Al sinds het begin van de jaren 80 wordt ermee geëxperimenteerd. Elektrische stroom waarmee schol en tong van de zeebodem wordt opgeschikt om ze daarna in de netten te kunnen vangen. Maar onder druk van de stijgende olieprijs en om ecologische redenen kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Sinds de zomer van 2004 wordt deze nieuwe manier van vissen daadwerkelijk in de praktijk uitgeprobeerd. Met de PulseCore kan selectiever worden gevist, wordt het brandstofverbruik aanzienlijk verminderd en wordt er minder schade aan het milieu berokkend. Traditioneel wordt er met wekkerkettingen gevist op platvis. Het gaat hier voor de visserij op tong en in schol. Dat is een visserij die vrij veel brandstof vraagt. En verder is er ook een hoop discussie over de invloed van die visserij op de bodem. En dat was eigenlijk de reden om te zoeken naar een alternatief vistuig met minder weerstand in het water en ook het bodemleven beter spaart. Ook de overheid is er veel aan gelegen de ontwikkeling van de PulseCore te ondersteunen. Het is een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de Noordzeevisserij. Het levert een bijdrage aan de besparing van brandstof. De kwaliteit van de vis is veel beter. Kortom, het is gewoon een belangrijke vernieuwing in deze sector. Die sector staat onder druk en kan een ontwikkeling als de PulseCore goed gebruiken. De groeiende maatschappelijke zorg over de bodemverstoring bij de traditionele manier van vissen en de hoge brandstofkosten die deze manier van vissen met zich meebrengt, bracht Technisch Bureau Verburg ertoe in 1992 een nieuw vistuig voor de vangst van de platvis te ontwikkelen, de PulseCore. Na uitgebreide proeven in het laboratorium werden op onderzoeksvaartuig Tridents proeven genomen met het pulstuig. Toen al bleek dat de kwaliteit van de vangst minstens zo goed was als met het conventionele wekkertuig. Aanpassingen aan breedte en benodigde elektrische vermogen om de pulsen op te wekken resulteerden in nog betere onderzoeksresultaten. De volgende stap werd een praktijkproef met een commercieel bedrijfsvaartuig. In 2004 werd de UK-153 van schipper Pieter Lauwe van Sloten met twee pulstuigen ingericht. De opdracht aan de schipper: test het systeem onder praktijkomstandigheden uit en probeer zo gunstig mogelijk vangstresultaten te behalen. En hij is enthousiast. We doen het nu een jaar en het gaat steeds beter. We zijn heel enthousiast eigenlijk. Grote voordeel is op het moment de brandstofbesparing. En dat scheelt de laatste tijd heel veel. We praten over 40-45% ten opzichte van de collega's. De vangsten blijven nog iets achter, maar ja, dat wordt wel weer goed gemaakt door de betere kwaliteit vis, dus ook betere prijzen. Plus je vangt minder grondvuil, dus er is minder bodemberoering. Dus qua richting milieu is er ook wat voordelen natuurlijk. Laten we eens kijken hoe de PulseCore werkt. Met de huidige methode slepen de netten van de boomkorkotters over de zeebodem, waarbij wekkerkettingen de platvissen opschrikken. Bij het PulseCoren sleept de kotter geen zware kettingen meer over de bodem, maar relatief lichte kunststofslangen met elektroden. Er liggen nu elektroden in plaats van de kettingen op de bodem en die zenden een pulsje uit, een prikkeltje uit. En wat die doet is eigenlijk hetzelfde als daardoor contraheren spieren. Het beest gaat niet dood verder of zo, maar hij verstijft. Ook in de fitnesswereld heb je dat soort apparaatjes waardoor spieren samentrekken. Dus wat gebeurt? Het beest trekt krom. En omdat eigenlijk de spier aan de ene kant sterker is dan aan de andere kant, aan de rugkant gaat die krom staan op de bodem. En daardoor ligt hij vrij van de bodem, verstart en laat hij zich eigenlijk heel makkelijk van de bodem scheppen. De boomkor is een normale manier van vissen die je al 20 jaar doet, of 30 of 40 jaar. En er zijn ook wel steeds veranderingen in geweest natuurlijk. Maar dan doe je een hoop met je net en met je ketting. En nu moet je echt met de pulsen proberen je vis te vangen. Dus met zo weinig mogelijk snelheid toch zoveel mogelijk vis te vangen. Het gebruik van de PulseCore zorgt er ook voor dat de netten schoner uit het water komen. Je kan in feite zou je dus langer kunnen trekken omdat je geen grondvuil vangt. Dus het leven aan boord is ook beter, het sociale leven natuurlijk. Je hebt minder tijd nodig om je vis te bewerken, omdat je minder vuil vangt. De resultaten tot nu toe zijn hoopgevend. De schoolvangst loopt in deze fase van de proef achter, maar bij tong is er nauwelijks verschil. Er gaat minder bodemleven verloren en er komt minder ondermaatse vis in de netten terecht. En omdat er geen zware kettingen nodig zijn, leidt het gebruik van de PulseCore tot aanzienlijke brandstofbesparing. Wat we dus nu zien op de praktijkproef is dat de visnamigheid die is heel goed van dit vistuig. Aan de economische kant kun je zeggen dat als gevolg van het gebruik van dit tuig de visser brandstof kan besparen.
En brandstof is een belangrijk onderdeel van het hele kostenplaatje in de visserijsector. Dus die besparing kun je ook meetellen. Waardoor je, als je dit tuig gebruikt, op een beter bedrijfsresultaat uit kunt komen. Afgaande op de onderzoeksresultaten zou je kunnen zeggen dat de pulscore de toekomst heeft. De aanvankelijke kinderziektes zijn er inmiddels uitgehaald. De meeste zijn nu wel onder de knie, maar ja, het is toch gewoon een duur systeem. En het doen van aanpassingen daaraan, dat kost gewoon veel geld. Het gaat dus om flinke investeringen. En om de schippers over de streep te trekken, moet het ook economisch lonen. Kijk, het is natuurlijk in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de sector zelf om ervoor te zorgen dat ze duurzaam kan vissen. Wij hebben als overheid de ontwikkeling van dit vistuig ter hand genomen, omdat de kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van zo'n vistuig, die zijn zo groot dat één sector haast niet kan dragen. Daar komt nog bij dat op het moment dat je begint met de ontwikkeling van zo'n vistuig, het nog lang niet zeker is dat het ook ooit een commercieel vistuig zal worden. Nou, en dat, met name dat laatste punt zorgt ervoor dat de sector wat terughoudend is met het investeren in dit soort ontwikkelingen. Dus daarom vind ik dat er voor de overheid een rol ligt om de ontwikkelingen hier te financieren. Minister Veerman zelf heeft zich positief uitgesproken over de ontwikkeling van de pulscore. Maar dan is er nog Brussel. Er zal ontheffing moeten worden gegeven op het huidige EU-verbod op het gebruik van elektrische stimuli voor de vangst van vis in open zee. De positieve onderzoeksresultaten zullen daar zeker een belangrijke rol bij kunnen spelen. Het belangrijkste is dat je een overtuigend dossier kunt maken waaruit blijkt dat het elektrisch vissen op deze manier geen schade toebrengt aan het milieu en aan de vis. En ik denk dat deze manier van vissen dat ook niet doet. En ik denk dat we dat ook heel goed kunnen uitleggen aan de ambtenaren van de Europese Commissie. Als het erbij ligt, dan zou in 2006 of zo toch het systeem en zover uitontwikkeld zijn en ook zo'n ontheffing er liggen, dat het dan echt ook de markt op kan en geïnteresseerde vissers daarmee naar zee kunnen. Hoe het gebruik van de pulscore zich verder ook ontwikkelt, wat het ministerie betreft, hoeven de vissers zich geen zorgen te maken over een eventueel verbod op het gebruik van wekkerkettingen. Op dit moment is er geen sprake van dat de traditionele boomkoren gaat worden verboden. Wat ik denk is dat het vissen met de pulscore zo aantrekkelijk zal worden voor alle vissers, dat de hele vloot straks met de pulscore zal willen vissen. En dan is er dus ook geen aanleiding meer om te spreken van een verbod op de boomcore. De resultaten zo overziens heb ik wel vertrouwen in dat dat een goed vistuig wordt voor platvisvisserij. In die zin, als ik schipper was, zou ik daar zeker wel muziek in zien. Ja.